Ik heb wel dingen binnengekregen die niet iedereen dagelijks ziet, zeg maar. Het komt niet vaak voor dat iemand van PEC Zwolle een lijstje in de eredivisie aanvoert. Maar Davy van den Berg kan erover meepraten. De middenvelder liep tot dusver de meeste kilometers van alle spelers. Ten eerste moet ik het erbij zeggen, om een beetje naar beneden te halen, is het natuurlijk gebaseerd ook op de minuten. En daarnaast vind ik gewoon, ik heb hem vaak doorgestuurd gekregen en ik reageerde vaak werken voor je geld. Ja, als je eenmaal op het veld staat, dan moet je daar het maximale uithalen. En soms begin ik gewoon een beetje tegen mezelf te praten van, het is nog 10 minuten, zorg ervoor dat je niet afhaakt. Zorg ervoor dat je blijft staan, in ieder geval op je benen blijft staan, dan heb je dat overwonnen. En haal eruit wat er nog in zit. Niet alleen qua statistieken doet Van den Berg het goed. Ook op social media valt de middenvelder van PEC Zwolle in de smaak. Met 80.000 volgers op Instagram geeft hij al zijn ploeggenoten het nakijken. Ik denk dat het algemeen wel bekend is dat ik destijds bekeerde tot de islam. En in de islamitische wereld is dat toen in positieve zin gevallen. En mensen die daar graag mij in de gaten wilden houden, denk ik. Ik moet zeggen dat het toen dat zeg maar in de stijgende lijn zat, toen kwam er echt heel veel op me af. Of op me af, op het social media dan. Ik kreeg ook heel veel berichten tegelijkertijd. En op een gegeven moment waren het er zoveel dat het eigenlijk niet meer, om het even een beetje arrogant te zeggen, niet zo bijzonder meer was. Omdat het, ja, je kan niet overal op letten, weet je wel. En, maar ik heb wel dingen binnengekregen die niet iedereen dagelijks ziet, zeg maar. Die hou ik voor mezelf. Huwelijksaanzoeken? Ook, zijn er ook geweest, ja. Welke ploeggenoot is daar nou het meest jaloers op die 80.000 volgers? Oh, welke ploeggenoot? Ik denk dat Mootje stiekem dat leven ook wel grappig vindt, maar het stelt allemaal niet veel voor. Iemand die zich weinig aantrekt van het aantal Instagram-volgers van Van den Berg is Bram van Polen, de 38-jarige routinier en aanvoerder. Daar heb ik het met hem wel eens over, ja. Vroeger laatst van hem, heb je eigenlijk thuis een Rolex of zo? Nee man, interesseert me helemaal niks, zei hij. Dat vind ik mooi, dat die mensen er nog zijn, daar ben ik alleen maar blij om. Want het gaat eigenlijk bijna alleen maar de andere kant op en dat is ook niet verkeerd. Maar ik ben zelf stiekem ook wel, ik hou ook wel van de oude stempel, zeg maar. Ondanks ik zelf van de nieuwe generatie ben, vind ik dat toch wel erg mooi dat die mensen er nog zijn. Ik luister er graag naar, kijken of ik iets van opsteek. Ja, soms is deze tijd een beetje moeilijk, maar ik vind zulke jongens interessanter dan dan tegenovergesteld. Laat ik het daarop houden. Hoe denk je dat het komt, dat het een beetje uitsterft, dat soort jongens? Ja, meeloopgedrag, hè. En mensen lopen mee met de kudde en dat is ook niet raar, want wat je ziet, je wordt besmet met wie je omgaat of met wat je ziet. En dat is letterlijk zo. En tegenwoordig, dingen die je ziet, die zijn niet van, van de oude stempel. Je kan het zeker veranderen. Het is wel, je moet jezelf toezetten en je bent dan anders dan de rest. En ik denk dat het moeilijk maakt voor de meeste mensen. Ik heb er zelf heel vaak bij nagedacht, hoor. Om ook met al die dingen te stoppen. Het heeft toch onbewust invloed. En of het je echt gaat helpen, dat vraag ik me af.